Goeiedag. Ja, er vielen vandaag een paar flinke plensbuien in de regio. Vanochtend werd Rotterdam getroffen door een hoosbui. Wateroverlast bij het Centraal Station, het dak van het Centraal Station, kon het water eigenlijk niet aan. Werd allemaal maar naar één punt toegebracht. Ik zou er toch nog eens naar laten kijken. En in Hoek van Holland zo tegen de middag ook een zware bui met 13 liter water op een vierkante meter. Maar in de hele regio wordt het de komende nacht en morgenochtend kletsnat. Er komt heel veel regen aan. Vannacht gaat het overal in de regio langdurig en uitvoerig regenen. Temperatuur zakt dan naar een graad of 14, staat weinig wind. Woensdagochtend veel regen. Bij elkaar kan er zo'n 25 tot 35 liter water op een vierkante meter vallen. Dus dat is behoorlijk veel. In de middag dan wordt het van het westen uit droog. Het klaart later ook op, dus er komt de zon er nog bij. Maar het is fris hoor, met een temperatuur van 18 graden en een stevige noordenwind. Nou, donderdag dan totaal ander weer. Een hoge drukgebied die zorgt dan voor geregeld zon. Het blijft in de hele regio droog dan. Staat er weinig wind en wordt het een graad of 20. Vrijdag dan weer ander weer. Van het westen uit gaan er een paar buien vallen met kans op onweer. Een temperatuur van een graad of 18 ongeveer. Aan zee af en toe een vrij krachtige westenwind, een windkracht 5. Zaterdag een zwakke storing. Kan er even een spatje regen vallen bij 20 graden. Nou, zondag dan weer een betere dag, want ik denk dan toch wel aan geregeld zon. Een temperatuur van 3, 24 graden en een matige zuidwestenwind. Ik wens u nog een mooie dag en graag tot de volgende keer.